Ik ben Sven Koopmans en ik ben voorzitter van de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Een verzoekschrift is vaak een brief van iemand die vindt dat zijn of haar zaak niet goed is behandeld. Dat er een beslissing is genomen, bijvoorbeeld door de Belastingdienst of een andere instelling op rijksniveau die niet goed is en die dus nog een keer moet worden bekeken. En als er dan geen rechter is geweest die daarnaar had kunnen kijken of die er al een beslissing over heeft genomen, als die zaak niet al bij de ombudsman ligt of bij een ander loket, dan vragen wij de verantwoordelijke minister of staatssecretaris om erop te reageren. En dan met die reactie gaan we terug naar degene die het heeft ingediend. En dan kijken we of wij als commissie tot een goede oplossing voor iedereen kunnen komen. Een burgerinitiatief is als minstens 40.000 mensen een idee hebben hoe de samenleving beter kan worden. En dat ze dat idee hier in de Kamer willen bespreken. En dan sta je dus in debat met de minister en met allemaal Kamerleden om je heen. En dan kan je voor je idee opkomen. Wat voor burgerinitiatieven komen er nou? Nou, één daarvan was een dier is geen ding. Iemand wilde dierenmishandeling bestrijden. Een ander voorbeeld was het initiatief een pil te veel maakt geen crimineel. Dat waren mensen die wilden niet dat als je een keer veroordeeld was voor een pil te veel op een feest, dat je dan geen verklaring omtrent gedrag meer van de gemeente kon krijgen. En zo kan dus iedereen zijn idee hier in de Kamer verdedigen en voorleggen.